Kijk, en dit is nou een perfecte plek om een aflevering van Ranger Request te beginnen. We hebben hier een prachtig mooie herfst. Kom in. Ik hoorde dat er een nieuwe Okapi is gearriveerd in de Beekse Bergen. Kun jij daar een kijkje van nemen? Oké, ja, een nieuwe Okapi, daar maken we zeker tijd voor. We komen er meteen aan. En jullie gaan met mij mee. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Ranger Request. En deze week een hele bijzondere, want op dit moment is er een okapi onderweg naar het safaripark. En zo dadelijk krijg ik van Jeroen te horen wanneer die hier aankomt. En dan mogen wij er allemaal bij zijn. Dierverzorger Jeroen zal ons straks heel veel meer gaan vertellen over die okapi die naar het park toe gaat komen. Maar anderhalf jaar geleden hadden we ook heel bijzonder nieuws over de okapi. Want toen was het namelijk zo dat Saïre werd geboren in het park. Nou, met Saïre gaat inmiddels alles goed. Saïre is inmiddels volwassen genoeg om niet meer afhankelijk te zijn van haar eigen moeder. En dat betekent dat zij misschien wel binnenkort op transport gaat naar een andere dierentuin. Maar dat zouden we nog wel eens aan Jeroen kunnen vragen. Ja, de komst van de okapi kunnen we heel mooi koppelen aan een van de vragen die onlangs binnenkwam. Hoe is de okapi in Nederland gekomen? Nou, dan is het natuurlijk heel flauw om te zeggen via een transportkist. Maar zo is het eigenlijk wel gegaan. Het fokprogramma van de okapi zit door heel Europa verspreid. Maar ergens wordt het overzicht bewaard. En dat is bij de okapi, in dit geval in Antwerpen Zoo in België. En dat betekent dat er vanuit België wordt gekeken waar een vrouwtje of een mannetje geschikt kan zijn en waar die dan naartoe moet verhuizen. En zo houden zij in de gaten welke mannen en vrouwen jongen met elkaar mogen krijgen. En moeten wij vooral heel blij zijn dat we nu op dit moment een koppel hebben dat een jong gekregen heeft en dat er nu dus nog een extra vrouwtje bij gaat komen. Met zo'n transport moet je heel voorzichtig te werk gaan. Zo'n okapi wordt van tevoren waarschijnlijk getraind om de kist in te lopen, zodat ze tijdens het transport rustig blijft. Op het moment dat het dan eindelijk zover is, gaat ze geladen worden op een vrachtwagen of een grote aanhanger en gaat ze met de auto, in dit geval, richting Beekse Bergen. En daar eenmaal aangekomen, ja, dat weten we nog niet, want dat gaan we straks zien. Het is een prachtig gezicht. De grote vrachtwagen komt aan in het safaripark. En na een korte rit over de giraffenvlakte en langs de dromedarissen te zijn geweest, eindigt die bij de stal van de okapi's. En daar wordt het tijd om heel voorzichtig te werk te gaan. Want het doek moet eraf, de spanbanden moeten eraf. En uiteindelijk wordt de transportkist waar de okapi in zit rustig en voorzichtig op de grond gezet. Vanaf dat moment is het belangrijk om hem precies voor de ingang van het binnenverblijf te zetten. En dan is het wachten totdat alles gereed is om de deur te openen. En zodra de deur open gaat, is het natuurlijk wel een beetje spannend. Heel voorzichtig kijkt ze even om zich heen. En na een lichte twijfel stapt ze haar binnenverblijf in. En daar is ze eigenlijk al heel snel heel ontspannen. Eenmaal binnen valt natuurlijk meteen op dat er ook twee andere dames aanwezig zijn. Dat zijn namelijk Saïre met haar moeder Abeni. Als dierverzorger Jeroen heeft ingeschat dat alles goed is en alles rustig is, krijgen ze de kans om elkaar beter te leren kennen en elkaar van dichtbij te zien. Er gaat een schuif open en tussen de tralies door kunnen ze even naar elkaar kijken. Het eerste contact is gelijk daar. Zo, nou Jeroen, ze staat. Ja. Vertel eens wat meer. Wie is het? Hoe oud is ze? Het is Nela. Nela komt uit de dierentuin van Frankfurt, Duitsland. Dat is ongeveer 2,5 jaar geleden geboren. Ja? Vanmorgen is ze in alle vroegte in een kistje gelopen door mijn collega's daar in Duitsland. In een vrachtwagen hier naartoe gebracht en net uitgeladen. Dat is allemaal voor het fokprogramma. Wat heel slecht gaat met okapis natuurlijk. Er zijn veel te weinig in het wild en in dierentuinen. Is het belangrijk dat er gewoon gefokt wordt. En zij is hier dan om te fokken met Sukuma, onze fokman. Ja, die ook de vader is van Saïre. Okay. Ja. En Abeni?
Ja. Die heeft nu Saïra. Saïra is anderhalf jaar ongeveer. Saïra is anderhalf jaar, is van juli vorig jaar. Die is van juli vorig jaar, dus ja, die is ruim een jaar, zeggen we dan even. Ja. Kunnen u zelf uitrekenen. Maar kan Abenin ook weer binnenkort een jong krijgen? We hebben Abenin al wel weer even bij Sekouma gehad. We weten nog niet of ze drachtig is, okay. Maar dat, ja, dat zien we vanzelf. Dus ze zou gedekt kunnen zijn, maar ja, dat is nog eventjes geheim. En we staan nu in het buitenverblijf. Nela is in het binnenverblijf terechtgekomen vanuit de transportkist. Wanneer mag zij buitenverblijf ontdekken? Nou, we laten nu gewoon eerst even een paar dagen lekker binnen staan. Lekker een beetje tot rust komen, even wennen aan ons. Hè? Want wij zijn totaal anders dan natuurlijk de verzorgers daar. Ja. We spreken Nederlands en geen Duits. Ja. Ja. Alle andere dingetjes zijn een beetje anders. Het eten is een beetje anders. We willen even rustig over laten wennen aan alles. Okay, en als dat eenmaal gebeurd is, dan gaan we ze binnen wennen aan elkaar. Ze gaan Abeni en Zaire gaan samen met Nela even in de stal. Ja. Gaan kijken hoe dat loopt. En als dat goed gaat, gaan we hier naar buiten in het hele grote perk. Oké, okay, ja. En dan gaan ze hier gewoon mooi elke dag naartoe. Oké, okay, ja, interessant. Ik zag ook dat er eten mee kwam. Was dat echt, is dat helemaal speciaal vanuit Duitsland dan, en dat is alleen voor haar dan? Ja, dat eten wat mee is gekomen, dat is het eten wat ze daar gewend is natuurlijk. Dat is een iets andere soort brok dan wat wij voeren. En je kan je voorstellen, als je bijvoorbeeld brood bij de ene bakker koopt of bij de andere bakker, er zitten net iets andere ingrediënten in. Vandaar dat we dat altijd meegeven en dat we dat dan een beetje gaan overwennen. Ja. Dat is ongeveer een weekje en dan staat ze op ons eigen Ja. Oké, okay, interessant. Ja, leuk, vet. Ja. Dus nou ja, dan weten jullie dat ook weer. Helemaal op de hoogte. Oh ja, en dan hebben wij een antwoord op onze vraag wie er in de transportkist zat. Maar volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Angie Request. Ja. Wat moeten mensen nog doen? Met abonneren en dan moeten ze abonneren op het YouTube kanaal en een reactie achterlaten hieronder. Ja, als jij nou ook een vraag hebt, hè? Want stel je voor, ik weet alles al. Vraag. Ja? Wat voor geluid maken okapi's? Wat voor geluid maken okapi's? Ja, bijvoorbeeld, hè? Ja, het zou zomaar je volgende vraag kunnen zijn. Ja. Nou, top. En tot volgende week. Helemaal goed. Doei. Doei.